De vermiste politieagent Friso Wouda is zaterdagochtend dood aangetroffen in een hotel in Zandvoort. Hij heeft zich met zijn dienstwapen van het leven beroofd. Wouda was sinds dinsdag spoorloos. Er werd onder meer naar hem gezocht bij het Schildmeer en bij Beesterzwaag. Een 57-jarige stadjer is vanochtend om het leven gekomen toen hij werd aangereden op de Middelberterweg in Engelbert, terwijl hij zijn hond aan het uitlaten was. De man werd om kwart over zeven geraakt door de zijspiegel van een busje die bestuurd werd door een 28-jarige man uit delft -Zijl. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval. Ruim 100 mensen hebben zich het afgelopen weekeinde bij de twee ziekenhuizen in de stad gemeld met blessures die door het schaatsen werden veroorzaakt. Het Martini ziekenhuis meldde de zwaarste gevallen. Daar zijn mensen binnengebracht met heup- en polsbreuken. Bij het UMCG ging het voornamelijk om gekneusde polsen. Volgens een woordvoerder van het Mantini ziekenhuis is het altijd erg druk tijdens de eerste dagen dat de mensen weer op de schaats staan. Daarna wordt het rustiger bij de ziekenhuizen. De mensen moeten namelijk weer wennen aan het ijs. Basisschool De Starter aan de parkweg heeft alle leerlingen vandaag naar huis gestuurd omdat de verwarming niet werkt. Het defect is inmiddels verholpen, maar de school bleek te koud om er les in te geven. Dinsdag is het gebouw waarschijnlijk weer warm genoeg. De KNVB heeft nu al het complete amateurvoetbal voor het komende weekeinde afgelast. Daaronder vallen ook de wedstrijden in de top- en hoofdklasse. Gezien de weersverwachtingen en de huidige staat van de velden, denkt de KNVB dat er niet gespeeld kan worden.